mijn naam is Lonneke de Groot. Ik werk hier sinds 3 dagen in de Torenkamer. Ik werk aan een fotografisch stilleven gebaseerd op de kopjes op de tafels op het terras hier beneden. Wat ik heb gedaan is dat ik die kopjes heb gefotografeerd en de grijze bak waarin ze worden afgevoerd. Die foto's print ik uit en dan maak ik hier in de torenkamer een soort kleine constructie van. Die kun je hier zien. En ik print het, ik vouw het en ik fotografeer dit dan weer opnieuw. En dat kun je hierboven zien. En wat voor mij heel erg de vraag is van in hoeverre ik dicht bij de werkelijkheid moet blijven of juist meer daarvan af moet gaan en mijn eigen visie geven daarop. En dat het ook heel erg gaat om hoe ik het gefotografeerd heb. En dat het de beeld zelf ook reflecteert op de fotografie. Dus daar ga ik de komende dagen nog verder aan werken. En vrijdag is het af. Doeg!